Waarom wilde je dat boek schrijven? Allereerst Monumentje voor Jitske. Daarnaast ook om duidelijk te maken dat dit iedereen kan overkomen. Wat ik zelf heb gemerkt en ook vaak van anderen hoor, is dat als er zoiets gebeurt, dat je allemaal met de waarom-vraag, maar ook met de schuldvraag zit. En als ik naar mezelf kijk, hè, mijn kind is dat niet meer. Ja, op allerlei momenten voelt het dan toch alsof ik iets verkeerd gedaan moet hebben. Want anders zou ze er nog zijn. En ik hoop dat dat ook een beetje een hart onder de riem kan steken van mensen in een vergelijkbare situatie. Dat ook al hou je nog zoveel van je kind, ook al ben je nog zo betrokken, dan nog kan het gewoon gebeuren.